Dit zijn de bodems zoals ze nu zijn. Ze hebben een graasbodem. Dus je ziet, bolt die bodem een beetje op. Wat ook weer problemen geeft. Hier aan de voorkant zie je dat hij soms open is. Dan kunnen de bijen tussendoor. Wat er dan gebeurt is, ze komen hier aanlopen en ze kruipen hier onderdoor. Dan komen ze onder die bodem terecht en dat geeft veel dode bijen op de schuifla. Fase 2 hebben we de gaasbodem eruit gehaald. In fase 3 maken we daar een XPS-plaat in van 5 centimeter, dat is goed geïsoleerd. Dat is vergelijkbaar met 20 centimeter hout, waardoor we een geïsoleerde bodem krijgen. Dus we hebben hier een centimeter of 15 speelruimte. Die bodem die loopt schuin af naar voren, dus het water wat hier zou ontstaan, kan via het vliegveld naar buiten. De bodems van de bijenkasten worden in propyleum, een mooi product van John Hogedoren, voorbereid. In plaats van ze te verven, dopen we ze gewoon in een bad. Laten we ze hier uitlekken en drogen. Propyleum is een product van Propolis met wat geheime toevoegingen. Ik zal me nog eens een keer uitleggen. Prachtig product. En deze flessen kopen we in dozen. In plaats van verven gebruiken we eigenlijk een natuurlijk product. Gemaakt door de bijen. Prachtige bak bijen. Ja. Dat je hier kunt laten zien. Zit je niet met je hand voor de lens? Nee. Ja. Kijk, zo sterk is dus dit volk dat ze zelfs achter het kampraam nog zitten. Dat is volledig goed. Oké, is dan leeg. Nee. Nee. Zo, de hond wil suikerwater drinken. Senna, kom. Kijk eens, op het kantraam. Er is superveel bijen nog. Dus dat is gewoon een heel goed teken. Nog gehad. Hier zit een beetje suiker in. Die wil ik eigenlijk laten hangen. Kijken of ik aan deze kant dan ruimte kan maken. Dus de kasten zijn allemaal erg licht, dus die krijgen nog een slok suiker. En als je dat in de kast hangt tegen het volk aan, dan lukt dat. Dan nemen ze dat nog op. Dit is een leeg raam. Zo goed als leeg raam. Ja. Lelijk uitgebouwd, een 4,9 raam. Ja. Ook lelijk uitgebouwde ramen. Zo. Ja,
natuurlijk een verstoring die je eigenlijk niet wil. Maar als het nodig is, dan is het nodig. En deze zijn echt veel te licht. Ik zie geen enkel vol raam. Ja, met bijen, maar niet met voer. Imke Vela, zeggen we dan. Fout van de imker. En dan is het ook aan de imker om het op te lossen. Hoppakee. Zo, sluitblok er weer in. Dat ze goed warm zitten. Zo. Nou, mooie bak bijen. Nu nog voldoende voer. Dan gaan ze het redden deze winter. De drijvers erin. Er zit nog een beetje water in. Niet te veel. Gezonde bijen verzuipen niet. Hup. En dat nemen ze op als een gek. Even voelen qua gewicht. Oh, nee, mag nog wel meer in. Het is echt een hele lichte dit. En daar gaat het deksel weer op. Nou sluit je mooi. Sterk volk. De sterke volken zijn de volken die hongeren. Die hebben ook veel nodig. Dit volk heeft absoluut te weinig. Dus die krijgt een goede slok. Dus in ieder geval tot februari genoeg hebben. En dan in februari ga ik weer kijken. En dan hebben ze natuurlijk echt heel veel nodig. Als ze een groter broednest gaan maken. Nu is het eigenlijk nog een beetje spielerij. Zo. Fijne winter.